zijn vragen erbij zoeken. Tussenstand. Nou, ik heb net verteld dat er 3 teams zijn. 3 teams die bijna nek aan nek aan de leiding gaan. Er zitten 2 punten tussen de nummer 3 en de nummer 1. En meer mag ik niet zeggen van de jury. Dus het houdt me wel nog even spannend. Toch, meer mag ik niet zeggen. Nee, nee, ik moet wel zeggen dat de afgelopen ronde waar je net de andere gekregen, die was er niets verwerkt. Maar nu gaat het ook om muziek vragen waar heel veel punten te scoren zijn. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, dus stel je staat er niet zo lekker voor. Je kan nog steeds winnen. Want mensen, de muziekronde is iedereen weer binnen. De punkjes zijn gerookt. Ja, zijn we allemaal klaar om naar een stukje muziek te luisteren? Mensen opletten. Want de Europa Run gaat natuurlijk over rennen. Net als de volgende 15 nummers. En de vraag is, noem de artiest of artiesten en de titel. En je kunt 1 punt per goed antwoord verdienen. In totaal zijn hier 33 punten te verdienen, mensen. We gaan naar het eerste nummer. Makkie, hè? Het heeft dus iets met rennen te maken, mensen. Nummer 2. Dat was nog een keer nummer 1. Nummer 2, jongens. Ja, mensen, dat was nummer 2. We gaan naar de derde liedje. Ja, die weten we allemaal ook wel, toch? Ja? Kunnen we gewoon naar het vierde nummer gaan? Oké. Twee artiesten. Let even op. 2 artiesten. Dat levert allemaal extra punten op, mensen. Dus beide artiesten en de titel. We gaan naar nummer 4. Niet voorzeggen. Dus, ja. Die jury is echt streng, hoor. Gaan we naar nummer 5? Nummer 5? We gaan straks nog een keer, oké? In this context, there's no disrespect. So when I bust around, you break it down.
als dit duidelijk. Ik hoor wat verzoekjes voor herhalingen. Ik stel voor dat we aan het einde van de ronde een aantal nummers kunnen herhalen. Dus onthoud welke je nog een keer wil horen. Gaan we nu gewoon door naar nummer 6. Als je goed luistert, hoor je de antwoorden van de zaal van mensen. En nummer 7. Goed luisteren, hè? Is een beetje jouw muziek toch? Het is metal, hè? Dat is mijn muziek, ja. Beethoven wordt hier gevraagd. Ja, ik weet niet of Beethoven het ook wel zo rennen als, maar dat is wel de categorie natuurlijk, hè, deze ronde. Nummer 8. Ja, was dat duidelijk? Nummer 9. Dan wordt hij gezongen. We gaan naar nummer 10. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. Of vertellen wil dat wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader tot de wind. Wel verschil de niet van Sterling en Blee. Waar zitten al die nachtegaaltjes? Waar komt dit allemaal vandaan? Hier? Ja? Oké, weer hand van midden, ja. Gaan wij door naar nummer 11. Nummer 12. Ik moet hier iemand zeggen die. Is nummer 12 op zoek? Kun je binnen nummer 12? Gate
Ja, er wordt lekker meegezongen, mensen. Ik hou ervan. We gaan nummer 13. Yes, nummer 14 alweer. Am I unwise to open up your eyes to love me? Why are they so good to me? We love you, and you love me. Ja, die nummers gaan gewoon door, joh. We kunnen gewoon luisteren naar de zaal en je hoort de antwoorden. De allerlaatste vraag van de avond, mensen. En dan moet je een beetje verdrietig doen. Oh ja, daar gaat hij op. Drie artiesten. Nou jongens, dat was hem. En nu wil ik wel even dat jullie teleurgesteld zijn dat het afgelopen is. Maar, hebben jullie nog verzoekjes voor herhalingen? Ik heb eentje opgeschreven, nummer 4.